Welkom bij College Tour. Dankjewel. Antoine Huis. Daan Rooshaarden. Oké, we gaan gelijk beginnen met waar kom je vandaan? Nou, ik kom uit Nieuwkoop. Ik ben daar geboren en ik ben er opgegroeid. Daar komen allemaal dingen uit mijn jeugd vandaan. En hoe zou je je beroep beschrijven? Nou, ik ben kunstenaar. Ik maak dingen, ik ontwerp ook dingen. En ik noem mezelf ook soms wel eens een uitvinder. Omdat ik ook wel gewoon dingen bedenk die dan uitkomen. Waar heb je gestudeerd en welke stroom? Ik heb gestudeerd aan de Academie voor Kunst en Industrie, AKE, Enschede. Ik heb daar cum laude gestudeerd en heb ik afgestudeerd. En dat is vooral gewoon mijn beroep. Wat ik nu doe, dat heb ik daar allemaal geleerd. Oké. En waarom maak je de dingen die je aan het maken bent, je kunst? Nou, ik maak heel graag dingen die mensen niet zo snel zouden denken dat ze gemaakt zouden worden op deze wereld. Dus de onmogelijke dingen, die probeer ik mogelijk te maken. En die na gewoon te maken. En dat probeer ik dan heel vaak. En soms lukt het niet. En soms wel. En wat is het doel van de dingen die je aan het maken bent? Het doel is gewoon mensen laten zien dat je onmogelijke dingen toch waar kan maken. En waar hou je die inspiratie voor je kunstwerk vandaan? Dat is al vroeg begonnen in mijn jeugd. Inspiratie. Ik was al vroeg op pad, gewoon naar buiten gegaan, dingen gezien. En ik haal daar heel erg mijn inspiratie vandaan. En nu gebruik ik die inspiratie nog steeds. Ja. Waarom denk je dat mensen je werk bijzonder vinden? Dat is een beetje hetzelfde als mijn doel. Ik denk dat ze het bijzonder vinden omdat ik dingen laat zien die mensen niet snel zouden verwachten van me. En toch weer dat onmogelijke mogelijk kan maken. Ja, zoals met. Zoals dat met de afsluitdijk, dat je daar langs rijdt en dat als het daar donker is, dan zie je niks. Maar als je dan het licht erop schijnt, dan zie je allemaal reflectende dingen. Ja, en dat soort dingen probeer ik dan te maken. Heb je al die dingen dan zelf bedacht? En heb je die ook dan helemaal zelf gemaakt? Of helpen andere mensen die daarbij en maken die dan ook die ideeën ervoor? Zoals bij de uitvinding in China met die toren. Heb je daar dan ook heb je dat CO2-omzettingssysteem en zo allemaal zelf bedacht? Ik heb het helemaal zelf bedacht, ja. Ik vind het niet helemaal normaal dat je dat vraagt. Ja, maar wij hebben gehoord dat er een uitvinder was. En hij heeft uiteindelijk hoe je die CO2... Nee, je kan niet tegen. Oké. Nou, een beetje raar dat hij nou wegloopt. Maar... Ja, wat zijn we aan het zeiken? Vind je het gezeur? Ja. Nee, maar dat meen ik echt. Misschien zullen we anders gewoon stoppen of zoiets. Want ik vind dit een beetje zeikerig. Waarom? Waarom raak je dit zo? Omdat ik het niet snap. Misschien moeten we gewoon even stoppen. Nee. Want ik vind het een hele flauwe manier van iets wat kwetsbaar is in een verkeerd licht zetten. Lidi? Wat zullen we doen? Even tussendoor, Lidie is je medewerker, maar je hoeft het toch niet te verdedigen? Ja, natuurlijk moet ik het verdedigen. Ik heb iemand die zegt, ja, hij heeft niks verzonnen, hij plakt er een plaatje op en that's it. Godverdomme. Nee, dat zegt hij niet, volgens mij. Hij begint met, Daan is een hele goede ontwerper. Ik stop niet snel, dames en heren, echt niet. En ik hou niet van stoppen, maar ik wil even een break inplannen, dan kan ik even plassen. Ja, dan blijf even zitten. Ik ben daar. Ja. Yes. Dan wachten we. Ja, fijn dat je toch terug bent gekomen. Ja, het was veel moeite, maar ik ben er toch terug. Oké. Nou, wij willen eigenlijk vragen, waarom raakt je dit zo? Nou, omdat ik al mijn eigen ontwerpen wel zelf creëer. En het is wel vervelend als mensen dit dan over mijn werken gaan zeggen. Ja, het moet ook waarschijnlijk heel veel tijd kosten om zulke dingen. Ja, heel veel werk. Is dat een project dat kost minstens 6 weken tot 8 maanden kan dat zo'n project al duren. Een klein project is minder groot, maar er zit ook een heel team achter natuurlijk. Ik maak natuurlijk niet alles. Ja, maar je zet uiteindelijk wel je eigen naam erop. Ja, maar dat is ook zo, want ik heb het zelf bedacht. Oké, ja. En ik ontwerp ook alles.
misschien laat ik ergens wat maken, maar het komt wel allemaal van mij vandaan. Oké. Okay. Nou, dan willen we nog een paar dingen vragen over je werk met licht. Waarom ben je met licht gaan werken? Nou, omdat ik zat te denken en ik dacht gewoon van, ja, met licht kan je toch dingen laten zien die mensen helemaal niet zouden verwachten. Met licht kan je heel verschillende dingen doen, dus ik dacht, laat ik een keer met licht werken. En dat pakte me zo goed uit dat ik meer vaak met licht mee ga werken. Oké. En is het moeilijk om met licht te werken? Want het is natuurlijk heel anders dan, het is niet echt een materiaal. Ja, je moet gewoon, het is heel erg dat programma, gewoon in het programma werken en goed nadenken over hoe je de lichten tegen elkaar in wil laten zetten en hoe het er mooi uit komt te zien. Ja, en het is op zich gewoon moeilijk. Maar ik vind het leuk mee te werken en daarom maakt het iets makkelijker. En hoeveel mensen zou je dan nodig hebben met zo'n project als de afsluiting? Hoeveel mensen? Ja, er komt ook nog natuurlijk gemeente bij en dat soort dingen. Dus er zouden nog allemaal andere mensen erbij helpen. Maar ik denk van mijn eigen studio, er waren rond de 15 mensen denk ik voor nodig. Om alles goed te laten uitkomen. Okay. En wat is je doel dan met dat licht? Is dat anders dan met andere dingen? Probeer je echt een andere boodschap mee over te laten komen? Ja, ik probeer met licht vooral mensen te laten zien dat je met dat licht ook heel mooi kan zijn. En niet dat licht maar gewoon licht is. Ja. Oké, dankjewel dat je wilde komen. Ook fijn dat je bent teruggekomen. En dit was College Team.